Is als jonge jongen gevangen genomen bij een razzia naar kamp Amersfoort overgebracht. Daar heeft hij een paar weken doorgebracht en vervolgens overgebracht te worden naar Neuengamme. Daar heeft hij in verschillende kampen gewerkt. En aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was het zo dat de Duitsers Neuengamme volledig wilden ontruimen. Ze wilden dat er geen spoor achterbleef in Neuengamme van wat daar allemaal gebeurd was. Veel mensen werden in de trein gedreven en dat overkwam Bertus ook. Maar die treinen werden beschoten door geallieerde vliegtuigen, omdat die vermoedden dat dat troepentransporten waren. En in de chaos die daardoor ontstond, lukte het Bertus met een paar makkers om te ontsnappen. En hoopten ze lopend en liftend weer Nederland te bereiken. Maar onderweg werden ze opnieuw opgepakt en naar een havenstad gebracht, waar ze op een overvolle boot werden meegenomen naar onbekende bestemming. En dan moet je je voorstellen dat gebeurde onder bewaking van een stuk of 10, 15 Duitse militairen. En op die boot, dat zouden we tegenwoordig een overvolle vluchtelingenboot noemen, er zaten zo'n 2000 mensen op die veerboot, die bleek achteraf in Zweden te zijn aangekomen. Bertus kwam terecht in een sanatorium, want toen hij aankwam in Zweden woog hij nog geen 40 kilo en hij moest dus aansterven. Hij is daar een aantal weken gebleven voordat hij weer de kans kreeg naar huis te vertrekken. En toen hij thuis kwam was iedereen natuurlijk reuze benieuwd van wat is er met jou gebeurd, hoe is het afgelopen, wat heb je allemaal meegemaakt. Maar de verhalen die Bertus vertelde konden mensen niet geloven die bij hem waren. Zijn familie geloofde hem niet, zijn ouders geloofden hem niet. Je kon het niet voorstellen dat mensen tot zulke dingen in staat waren. Dus Bertus heeft toen besloten zijn mond te houden. En is pas weer gaan praten toen hij eenmaal op uitnodiging van de regering van Hamburg naar Neuengamme kwam. Daar lotgenoten ontmoette en toen dacht van ja, het is toch belangrijk om deze verhalen te blijven vertellen.